Welkom dames en heren bij deze tweede aflevering van Cultuurcafé Kuik. Helaas, we mogen nog steeds niet binnen zitten, maar wel buiten met z'n allen. Dus Cultuurcafé Kuik en Wijk TV De Valuwe hebben de handen weer in elkaar geslagen en doen deze aflevering weer op locatie. Als eerste gaan we deze keer naar Biggers. Mirjam Fransen die gaat luisteren naar prachtige pianomuziek vandaag. En tussendoor zult u stukken hiervan te horen krijgen. Hans Terra en Gerard op het Veld spelen heel graag voor u prachtige stukken. Vandaag aandacht voor Hans Terra. Woont in Beers al sinds begin jaren 80. Heeft na zijn professionele leven zijn hele leven muziek gemaakt. Pianist. Koorbegeleider met orgel of en dirigent. Yes. Hans, mag ik je vragen, wie is jouw inspiratiebron geweest om muziek te maken? Want eigenlijk doe je dat al vanaf jongs af aan, is het niet? Ik ben met 8 jaar begonnen en mijn belangrijkste influencer, dat was mijn moeder. Die mij zeer stimuleerde en beloonde en met aandacht en af en toe ook met een dubbeltje per half uur. Erg leuk, ja. En door verder ben ik op de middelbare school een geweldig goede leraar tegen het lijf gelopen. En die man die heeft mij echt geleerd om van blad te lezen heel snel. Het leukste wat hij kon doen met mij, dat was vierhandig muziek maken. Alle symfonieën van Beethoven, helemaal Mozart, Haydn, noem maar op. Je bedoelt echt vierhandig? Echt vierhandig met studeren. Met hem samen. Geweldig. Dus echt katremen, meteen vanaf het begin. Ik had een hele goede lerares op de lagere school gehad. Maar ik was niet verder gekomen tot simpele sonatines. En hij ging meteen met mij, omdat het een leerling was van Andriessen, Willem Andriessen. Meteen de diepe in met Beethoven. Geweldig. Dus ik heb 6 jaar lang eigenlijk alle Beethoven-sonaten, niet alle, de hele moeilijke niet, maar een groot aantal van die Beethoven-sonaten. En toen in de mag ik vragen, want ik weet, jouw vrouw die maakt ook muziek. Ja. Jullie spelen ook samen in een ensemble of? Nee, niet een ensemble, maar we spelen veel kamermuziek samen. Ik heb veel leren kennen in mijn studietijd in Nijmegen. Toen klikte het. We gingen samen naar een concours met nog een paar andere mensen. En vandaar is het de liefde opgebloeid. En Wils werd goed cello en goed piano. Dus we spelen heel wat samen. Ja. Omdat Wil heel veel in orkesten heeft gespeeld, bracht ze ook altijd muzici aan. Haha. Die heb je nodig, hè? Ja, dat klopt. Dat nu we het daarover hebben, Gerard Op de Veld, die komt, ken je die vanaf die periode? Dat is degene waar we jullie straks ons mee gaan verrassen. Ja. Gerard leerde ik kennen toen 25 jaar geleden ongeveer. Hij was in een verhuizing, had een mooie vleugel en die wilde niet ergens opslaan. Kwam bij mij terecht, ik kende hem verder niet. En toen heeft hij die vleugel bij ons geparkeerd. We hadden 2 vleugels in de kamer staan. En ontzettend veel leuke dingen gedaan. En sindsdien spelen we eigenlijk wekelijks om de 14 dagen samen. Ja, muziek heb jij wel eens omschreven als is voor jou de rode draad door je leven. Ja, klopt. Hoe kun je dat beschrijven? Nou ja, eigenlijk heel simpel dat ik elke dag bijna muziek gemaakt heb. Ook in mijn studententijd. Ik had een studentenflat, had ik een piano. De piano van thuis mocht ik meenemen. In mijn eerste huis hadden we ook een piano en een vleugel zelfs had ik toen aangeschaft. En in dit huis spelen we al zo'n bijna 50 jaar, maken we heel veel muziek met mensen. Kun jij, ik ben maar leek hè, en ik denk de meeste mensen die kijken ook, wat is nou precies het verschil tussen een piano, behalve de vorm, en een vleugel? Piano heeft een wat stijvere klank, staat met zijn rug tegen de muur en in de vleugel komt de klank naar buiten. Hè. Ah. Zet de deur open, zet maar de klep open en wam, komt allemaal naar toe. Hier in de regio heb jij verschillende rollen. Hè? Ja, jij werkt onder andere bij het SWOC in Boksmeer, bij het Socium in Kuik. Ja. Je geeft ook cursussen.
in Grave. En die cursussen die zijn gebaseerd op de historie van muzici, heb ik begrepen. Ja, kun je... van alles en nog wat. Ik bedoel, het gaat ook over met name over componisten, maar instrumenten, bepaalde genres van muziek. Muziek die over de natuur gaat, over de beestjes. Wat ik op dit moment in Boxmeer aan het doen ben, dat is een soort stedenreis. We gaan van Londen naar Parijs, naar Rome en dan overal laat ik muziek horen die met die steden te maken heeft. Dat vinden mensen heel erg leuk. Ja, wat ik zelf zo intrigerend vond, dat was het stukje waarin jij ook cursussen hebt gegeven in Grave over thema's als vrede en overwinning en oorlog. In hoeverre hebben componisten zich laten inspireren daardoor, door dat soort wereldgebeurtenissen? Zeer zeker. Ik bedoel, met name de vrede. Heel veel muziek gaat over de roep om vrede. Dona Nobis Pacem, de hele mis staat er vol van, tot twee keer toe. Hè? Ja. In het Gloria en in het Agnus Dei. En noem maar op. Oorlog misschien wat minder, maar goed, dat is ook iets van de wereld wat gebeurt. Dus daar kun je ook muziek over maken. Net heb je gezegd, jij bent nu maar iets bezig over steden. Ja. Ik noemde één. Ja. Parijs. Parijs, ja. American in Paris. Gershwin, noem maar even Dus iemand. Dat is ook behalve 17e, 18e, 19e, ook 20e eeuw. 20e eeuw. En als het zo uitkomt, dan zit er ook gewoon lekker een stukje jazz bij. Of noem eens wat, Miles Davis had ik laatst. En dus het spectrum, ja, het spectrum die gaat heel echt breed. Veel breder dan... Wat bijzonder. Nee, Zometeen gaan jullie ons blij maken. Mm-hmm. Muziek is toch iets wat in deze tijd van corona... iets doet met mensen. Ja, ja. Daarom missen de mensen bij wie ik die presentatie doe, missen dat ook erg. Dus dat, we zitten allemaal, wanneer begin je weer? Ja. En dan ben ik weer begonnen in september. Ja, ja. En dan wordt het toch weer afgekapt. Ja. Vandaag wordt wel een speciale uitzending. Corona-proof, zogezegd. Ja. Zojuist heb ik de naam al even lichtelijk laten vallen. Je gaat Quatremain spelen, iets wat je vanuit je jonge jaren doet. Ja. Samen met je vriend en medemuzikus Gerard Op de Veld. Op het veld, het veld. Het veld. Waar gaan jullie ons mee verrassen? Twee blokjes. Een blokje Schubert met drie stukjes van Schubert. En een blokje Dvorak met twee stukjes. Over die Dvorak even te beginnen. We sluiten het af met een stuk. Het gaat over klokken. En dat is zo'n fantastisch stuk. Als je dat eenmaal gehoord hebt, vergeet je dat nooit meer. We hebben Dvorak verder een Slavische dans hebben we gepakt. Die iedereen kan meezingen en meefluiten. Dat is ontzettend leuk. Dan hebben we van Schubert. Schubert heeft natuurlijk ontzettend veel geschreven voor piano vierhandig. Want hij deed niks liever dan met vrienden muziceren. En ja, we kennen allemaal dat. Die Marx, die ken je allemaal. Ja, wat minder bekend stuk is een variaties op een thema wat hij zelf bedacht heeft. En dan spelen we het thema, heel mooi. En dan spelen we één variatie. En die is zo fraai dat je soms denkt van wauw. Dit is geweldig. Emotioneel. Emotioneel. Ja, het emotioneert ons soms een beetje. Ja, dus dat belooft heel wat voor en derde de huiskamer. Het derde brokje van Schubert is ook wel leuk. Schubert die had wel af en toe met buiten Wenen, begint al heel gauw, begint de Pusta. Hè? Ja. En hij heeft dus een stuk geschreven en dat heet een Divertissement hongroise. En dat is een beetje, daar zit een mars in. Daar zit een hele mooie, wat plechtige, wat statige mars. En die spelen we ook. Nou. Ja. Okay. Hans, ik blijf buiten, want ik mag niet naar binnen. Je mag niet naar binnen. Ga je lekker in de kamer zitten. Ik ga lekker bij de tuindeuren zitten. Ja, ja, en goed. Heerlijk genieten van jullie presentatie zo meteen. Dankjewel. Nou, we beginnen dan met die Hongaarse mars van Schubert uit dat Hongaarse Divertimento. En Thank you.
Nou, dank u wel, heren, voor dit mooie stukje muziek. En Mirjam, bedankt voor je interview natuurlijk. Nou, zoals u misschien gezien hebt, we zijn in de beeldentuin Kuik. En het geluk is, die is nu het hele jaar open. Nou, Herman van Rey, die gaat in gesprek met Lieke Smits. Zij heeft hier namelijk een kunstwerk hangen. Lieke Smits, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom terug in Kuik. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Hoe bekend is dit plekje voor jou? Nou, eigenlijk heel bekend. Het is sowieso al bij de kerk, waar mijn vader veel aan gewerkt heeft, aan de restauratiewerken van de toren. Ja. Tegenover het café van mijn oudste broer, wat al ruim 40 jaar geleden begonnen is. Ja, en verder woont nog ongeveer de hele familie hier in het dorp. Ja, waarom ben je dan weggegaan eigenlijk? Ja, dat is al eigenlijk op mijn 17e gebeurd. Ja. Na de middelbare school ben ik vertrokken. En was je toen al in de kunst? En was je toen al in nee, ik had in die tijd hele andere plannen. Maar eigenlijk ergens in de loop van rond mijn 30ste of zo ben ik in de klei gegaan. Ja, ik heb in jou, op jouw website heb ik gezien dat je jezelf eigenlijk een beetje ontwikkeld hebt. Hè? Met onder andere ook met het werk van je opa, met het graveren van letters en woorden. Ja, ik heb veel grafwerk gedaan een aantal jaren in de steenhouwerij. Ja. En ja, vroeger al wel altijd bijvoorbeeld op de kunstschool gezeten bij Frater Dominico heette die volgens mij. Dat zou kunnen, dat is en, ja, ik ben altijd wel creatief bezig geweest, zal ik maar netjes zeggen. Ja, ja. Nou, heel mooi natuurlijk. Ja, dit is natuurlijk een plekje waar wij heel trots op zijn hier in Kuik. En dan mag jij, dit jaar mag jij een kunstwerk, een ornament mag jij tentoonstellen. Hoe ben jij hier gekomen met dit kunstwerk? Ik heb een oproep gezien op BOK, een organisatie voor beeldend kunstenaars. En ik dacht van, oh ja, ik moet ook eens een keer in Kuik iets laten zien. Ja. En nou, daar heb ik me gewoon keurig aangemeld. En uiteindelijk hebben jullie gebeld dat er wat vis welkom is. Ja, ja, wat vis welkom is. Dat vind ik wel heel mooi. Maar kende jij deze plek dan als, ja, zeker. Als beeldentuin? Ja, ja, ja. En je hebt nooit eerder de verleiding gevoeld zo van, ik ga... Ja, zeker wel. Maar soms komt het er niet van. Nee, nee. Ja, en ik ben eigenlijk al jaren druk. Ik exposeer veel. Ook in andere beeldentuinen in het land. Ja, dat is en ik ben ook veel aan het werk. Nee, het is er eigenlijk gewoon niet van gekomen, want ik vind het echt heel leuk om nu werk hier te hebben. Ja, maar als je het vergelijkt met andere beeldentuinen, wat is dan karakteristiek aan dit? Of wat vind je zo mooi dat aan deze? Dat het heel besloten is, vind ik hier heel leuk van. Want vaak zijn beeldentuinen veel meer in het platteland. Tenminste, ik heb werk in Zelhem vaak in een beeldentuin. Aan de Lek was een hele grote beeldentuin, die bestaat niet meer. Mm-hmm. Maar dat zijn veel landelijker... plaatsen, waardoor je, ja, de sfeer is dan ook heel anders natuurlijk. Ik vind dit wel mooi dat het zo besloten is. Ja. Het is echt hartje Kuik. Ja, ook dat, ja. Ja, mooi. Jij werkt heel veel voor buiten, dus op zich is het heel goed dat je hier staat. Je werkt voor buiten, dus heel veel materialen van jou of ornamenten van jou gaan naar buiten, maar ook naar binnen, ja. Heb ik gezien. Ja, want hier hangt nou dan deze zalmen hangen, ja, en ze hangen er mooi bij. We zaten natuurlijk wel op een rare plek, of niet? Ja, nou, mijn vader zei dat er vroeger zalm in de Maas zat, dus... Ja, in de Maas, maar hier aan de boom hangen. Ja, ik vind dat altijd wel leuk. Heb je dat zelf mogen uitkiezen eigenlijk? Of is dat om ze in de boom te hangen? Ja? Nou, op zo'n plek is het makkelijk om het in een boom te hangen, want die staan er al. Ja, ja. Want de vissen moeten deze vissen moeten opgehangen worden. Ja. Ik heb ook zwemmende vissen, die staan in de grond. Ja. Maar ja, als ze hangen vind ik het leuk om ze in een boom te hangen. Ja, en andere ornamenten die jij hebt, wat maak je zo nog meer? Oh, dat is wel eigenlijk heel divers. Van allerlei vissen, maar ook dorpjes, huizen, maskers. Ja, ik zou zeggen, kijk op mijn website, want het is eigenlijk... Dat heb ik gedaan en ik heb hele mooie dingen gezien voor buiten, maar ook voor binnen natuurlijk, vazen. Ja, ja, mensen vinden het en vaak... Maskers ook? Ja, maskers. Ja, ja. Dat je echt dat het zo divers is dat ze zeggen van, is dat ook van jou? Dat wist ik niet. Nee, nee. Maar ja, ik vind zelf toch altijd wel herkenbaar. Dit is gewoon een gebakken vis, om het maar even zo te zeggen. Hoe heb je deze gemaakt?
Ik maak ze al in stukken. Want ik vind het mooi dat ze in stukken zijn, omdat het veel bewegelijkheid aangeeft. Anders zou het een stijve plank zijn. Mm-hmm. En ja, dat moet ik allemaal mooi, als het leerhard is, zorgen dat het goed aansluit. Mm-hmm. En dan wordt het gebakken op 1250 graden. Dan is het heel hard, dan kan het buiten en ervoor staan. En daarna gaan ze nog een keer in de oven voor het glazuur. Ja, en als je dingen voor binnen maakt. Ik heb bijvoorbeeld ook iets gelezen op jouw website over de oude Japanse methode. Ja, voor raku. Binnenwerk gebruik ik regelmatig raku-glazuurtechniek. Ja? Wat, ja, dat krijg je echt mooie metaalachtige kleuren. Als ik glazuren maak met wat koperoxide erin, dan heb je vaak dat het een beetje metaalachtig wordt. En dat stook je buiten met een gasvlam tot ongeveer 1000 graden. En dan haal je het eruit en koelt heel snel af, waardoor het niet goed hard en het ook veel kwetsbaarder is. Ja. En eigenlijk het is geen techniek die voor buiten geschikt is. Maar het is wel een techniek die denk ik voor heel veel mensen wel heel aantrekkelijk is. Zeker. Ik zie prachtige filmpjes op YouTube van de hele mooie bijeenkomsten. Ja, het geeft echt ook kleuren die je niet na kunt bootsen met een andere glazuurtechniek. En het zwart, het stuk wat je niet glazuurt, wordt heel diep, mat zwart. Ja, dat kun je eigenlijk ook niet op een andere manier krijgen. Nee. Even nog weer terug naar dit. Hoe lang blijft dit hier hangen? 2 jaar hebben ze 2 jaar. Dus verteld bij het ophangen. De komende 2 jaar kunnen wij hier nog genieten van deze zalm. Ja. Dankjewel. Ik wil je bedanken voor je komst vanuit Geldermalsen naar jou ook en ons. Zeker. Natuurlijk. En ik wens je heel veel mooie kunst nog toe en wij ook. Dankjewel. Oké, jullie ook. Dankjewel. Het volgende stuk wat we spelen is een van de legenden die Dvořák heeft gecomponeerd. Verhalen dus, maar we weten niet welk verhaal, maar dit gaat in ieder geval over klokken. U mag er zelf uw verhaal bij bedenken. Thank you.
Daarna gaat Herman nog even in gesprek met Kees Buschop over de prachtige beeldentuin die we hier in Kuik hebben. En we sluiten het geheel af met een stukje pianomuziek. Dag Kees. Dag Herman. Dag. Goedemorgen. Kees, we staan hier eigenlijk op een moment wat we eigenlijk afgelopen jaren niet meegemaakt hebben, namelijk in november. Ja. Want de beeldentuin is nou het hele jaar open. De beeldentuin is heel het jaar open, ja. Ja. Dat heeft een reden. De winters zijn niet zo koud meer. En de mensen die gaan nogal een keer wandelen. En we kwamen erachter dat de mensen ook graag door de tuinen willen lopen in de winter. Dus zodoende hebben we heel het jaar door elke dag open, behalve de maandag. Ja, maandag niet, maar zelfs bijvoorbeeld eerste kerstdag en nieuwjaarsdag zag nieuwjaarsdag, ik... allemaal open. Allemaal dan gaan open. De mensen een wandelingetje maken, ja. En dan lopen ze door de tuin heen. Om even uit te buiken en zo. Even uit te buiken, uit te buiken en zo, ja prima. Ja, nou, dus dat vind ik heel bijzonder, want normaal was het hier altijd stil in deze tijd van het jaar. En dan werd er hooguit gewisseld, ja, in de loop van de maanden die gaan komen. Maar nu is het mooi open. Ja. Kees, stel je eens voor dat er een drone is. Ja. En die drone die is 50, 60 jaar geleden, hing die hierboven. Ja. Wat zou die drone dan gezien hebben? En wij dus door die drone? Een grote wildernis. Want? Want dit is een braadplaats, een voormalige braadplaats van de protestantse kerk. En deze bestaat al 200 jaar. Maar het onderhoud van een braadplaats kost nogal geld. Ja. En had de kerk niet. Dus er werd heel weinig onderhoud gepleegd. Dus het onkruid stond niet zo hoog, maar zo hoog. Mm-hmm. Kleine boompjes groeiden hier. Het verwilderde helemaal. Ja. Goed, dat was dus 50, 60 jaar geleden. Ja. Het ziet er nou heel anders uit. Kun je heel in het kort vertellen hoe die lijn gegaan is? Ja. Heel in het kort, hè? In 1972 is de laatste hier bijgezet. En vanaf dat moment is deze tuin begraafplaats gesloten. Toen kwamen we op het idee, omdat hij zo een vulder was, van kunnen we hier een beeldentuin maken. Hoe kwamen jullie op het idee om een beeldentuin te maken? Ja. Je zou hier ook... Al pratende met mensen en met mensen van de BKC, met culturele hart enzovoort, kwamen we tot het idee van kunnen we daar een beeldentuin maken? Ja, maar wie gaat dat betalen? Nou, dat is ten tweede. Ja. Laten we eerst kijken van kan het? Nou, het kerkbestuur was er mee eens. Werd het de minste keer. En dan praat je over het kerkbestuur van de protestantse kerk, hè? Van de protestantse kerk. Ja, ja, ja. Want dit was een protestantse begraafplaats. Dankzij dat de oude toren, de oude kerk ooit een keer van door de Oranje Nassau's aan de protestanten was gegeven. En is hier dan een begraafplaats gemaakt. Nou ja, over dat onderdeel zit nog weer iets in dit cultuurcafé waar we er ook op terugkomen over die oranjes. Maar goed, dat is even een ander onderwerp. Maar even terug naar het begin. Wie heeft nou eigenlijk, wie hebben, dus de stoot gegeven om hier zo'n mooie tuin neer te zetten? Kun je daar namen op plakken of is dat moeilijk? Ja, mensen van de BKC waren ook graag. Berry Hermans was er een hele grote voorstander van. Dat was ook onze contactpersoon met de gemeente. Ja. En de gemeente die wilde dit financieren. Door Kees LeConte is een ontwerp gemaakt, zoals die nu is. En in begin jaren 90 heeft de IBN deze tuin helemaal schoongemaakt en we de vakken aangelegd. Er is geen graf geroerd. Nee. Iedereen ligt hier nog begraven. Alleen de grote zerken. Grote zerken die liggen op de plaats. En de kleine zerken die zijn gegroepeerd in twee groepen. Mm-hmm. Of langs de muur staan er nog wat. Die zijn wel verplaatst om ruimte te maken. Maar er is zoveel mogelijk intact gehouden van wat er was. Ja. En hiernaast heb je dus de katholieke begraafplaats. Ja, en hoe ging dat dan? Ja, dat was toen nog van de Martinuskerk. Ja? Die is nog maar sinds een paar jaar van aangekocht door de gemeente. Dus nu doet het onderhoud de gemeente. Mm-hmm. Ja, ooit heb ik een keer gevraagd van willen jullie dat erbij betrekken? Want we hebben hier nog een heemtuin. En we zelf ontwikkeld. Het pakhuis is verbouwd wat wij gebruiken als cultureel trefpunt. Ja. Van hebben jullie ook ideeën voor die tuin? En toen hebben wij ooit tegen een wet al een keer gezegd van nou, het zou mooi zijn dan een soort kloostertuin van te maken. Dat de mensen hier een parkachtige omgeving kunnen wandelen met kunst erbij. Ja. Dus, maar het is nu van de gemeente en wat nou de bedoeling is, ja, we hebben het allemaal gezien.
dat ze hier een experience center willen gaan maken. Ja. En daar zijn wij niet erg gelukkig mee. Want er gaat een groot gedeelte van deze tuin weg en van de heemtuin. Maar goed, dat is toekomstmuziek. Laten we even kijken hoe het hier nu is. Hoe ging het dan tussen katholiek en protestant? Ja, dat weet je. Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel. Hier zit er een muurtje tussen. Ja, en hier hebben ze toen een muur tussen gezet. Want er stond daar achter ons, voor ons een grote treurwillig. En die zag dat elke nacht probeerden de mensen, de katholiek en de protestant, even bij elkaar op bezoek te gaan, over die muur heen. Hij zegt dat gaat niet. Dus die is gevallen. Zodoende hebben we daar een gat in de muur en dat was 's nachts vrij verkeer. Zo horen we nog eens wat, Kees. Ja, mooie buurt is dit hier, zeg. Ja. Ja. Maar goed, even terug naar de beelden, want er staan prachtige beelden. Ja. Hoe gaat dat nou? We hebben net gezien van Lieke hoe zij hier terechtgekomen is. Maar hoe komen anderen hier terecht? En nou, zijn jullie daarin heel bepalend of hoe gaat dat? Wij plaatsen advertenties in landelijke kunstbladen, waaronder bijvoorbeeld de BK, de Beeldende Kunst. Hmm. En daar kunnen de mensen op inschrijven. Ze moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kijk, wij zijn niet commercieel. Hmm. Wij willen kunst in de meest brede zin des woords, heel mooi gezegd, onder de aandacht van de mensen brengen. Van brons tot andere kleuren, tot andere materialen. En daar kunnen ze op inschrijven. En elk jaar komen er zo'n 40 binnen en dan maken wij een keuze uit. Want we mogen er elk jaar 10 wisselen. Dus elk jaar komen er 10 nieuwe kunstwerken staan. Ja, maar hier staat geen kinderachtig werk, hier staat geen rommel. Nee. Wie bepaalt dat bij jullie? Want er zit echt wel een visie achter. Het bestuur van de Stichting Beeldentuin en Heemtuin. En daar zit jij ook bij? En daar zit ik ook bij. Ja. En er zitten ook een paar goede kunstkenners in. Ja. En onder elkaar proberen we zo goed mogelijk, kwalitatief mogelijk tuin te organiseren. Ja, en dit jaar is dus door corona, is bijvoorbeeld officiële heropening, maar ieder jaar heropen je als het ware, is in het water gevallen. Ja. En toen hebben jullie een beroep gedaan op de mensen in Kuik van, of een beroep eigenlijk gezegd van, de tuin blijft open, kom kijken, want het is echt de moeite waard om hier wat te zien. Ja, in de eerste golf hebben we niet gewisseld. De kunstenaars die uitgekozen waren, die hebben bericht van, jongens, we tillen dit de zomer over. De kunstenaars die hun kunstwerk moesten ophalen, die hebben gevraagd van, laat het nog een paar maanden staan. En dat is allemaal in een goed overleg gegaan. Eind augustus zijn we aan het wisselen gegaan. Dus nu staat er allemaal weer nieuwe kunstwerken. We hebben geen opening. Nee. Er is in de pers wat aandacht aan geweest. En we hebben een paar honderd. Een extra folder, hè? Want er staat nu ook bij tot mei 2021. Ja, hebben we rondgebracht en verstuurd. En om de mensen op de hoogte te brengen van de nieuwe collectie. Ja. Kees, ik wil je heel hartelijk bedanken. En ik wil de mensen van de Beeldentuin heel veel succes wensen met deze prachtige tuin. En we hopen dat we toch een lengte van jaren van kunnen genieten. Wij ook. Ja? Dankjewel, Herman. Ja. Thank you.
Nou, dankjewel voor dit mooie stukje muziek en natuurlijk voor het interview in de Beeldentuin. En van hieruit, Herman heeft het al even gezegd, gaan we naar het Mauritsraam. Wat dat precies is, Maurits de Boer neemt ons mee naar Nijmegen, naar Koot de Wild. Hij is de restaurateur van het Mauritsraam wat teruggeplaatst wordt in de kerk in Sint Agatha. Nou, wij zijn benieuwd, dus op naar Nijmegen. We staan hier voor het bedrijf Leenders Glas en Lood. Naast de eigenaar, Koot de Wild, die ons zometeen ontvangt en uitleg geeft over het Mauritsraam. Eerst even iets over dat Mauritsraam. In de 80-jarige oorlog schonk Maurits van Oranje, die de beschermheer was van het land van Kuik en Graaf en ook van het klooster in Sint Agatha, een heel mooi raam aan het klooster. Gebrandschilderd. Dit raam, dat was wel een niet al te katholiek raam. Want Maurits zelf was daarop heel prominent aanwezig als protestante leider van de Republiek. En het moest ook op een hele prominente plaats in de kapel. Boven in het priesterkoor en boven het hoofdaltaar. Dat was wel even slikken voor de prior, want een protestant raam in een katholieke kerk is natuurlijk nogal wat. Maar ze konden niet om Maurits en ook zijn florijnen heen. Daar heeft het 2,5 eeuw gehangen, tot zo'n beetje 1870. Toen gebeurde er van alles. Pierre Kuipers, een katholieke architect, die mocht het klooster renoveren in een neogotische stijl. En daar paste dat renaissance raam van Maurits niet zo geweldig in. Bovendien wilde de prior misschien ook al een beetje af van dit protestante raam. Bovendien was de prior ook nog een keertje in onderhandeling met het Rijk over de bezittingen van het klooster. En de staat wilde die ten dele onteigenen. Dus om de staat gunstig te stemmen, bood hij dit raam aan de staat. De staat aanvaarde dit, want er was een Rijksmuseum in aantocht waar Pierre Kuipers ook een van de kandidaat-architecten was. Alles viel mooi samen. Het raam werd geschonken. Pierre Kuipers werd de architect en het raam ging naar het nieuwe Rijksmuseum. Tot 2003 heeft het daar met tussenpozen gehangen, maar toen werd het Rijksmuseum wel 10 jaar lang verbouwd en gerenoveerd en belandde het Mauritsraam in depot. Het was wel de redding van het raam dat dit raam bij het Rijksmuseum belandde, want in 1944 brandde de kapel. Door werkzaamheden, niet door de oorlog, maar door werkzaamheden, misschien door kortsluiting, af. En de hele kapel werd vernietigd, alleen het Mauritsraam op deze manier bleef heel. Het klooster dat eerst dat raam had afgegeven, wilde dat raam eigenlijk wel weer terug, want het klooster heeft ten dele een museumfunctie gekregen. En vroeg aan het Rijksmuseum, kunnen we dat niet terugkrijgen? Maar, zei het Rijksmuseum, eens gegeven blijft gegeven, maar jullie kunnen het wel in bruikleen krijgen. Met behulp van de provincie die het geheel subsidieerde, is het raam nu beland bij Leenders. En daar wordt het pas klaargemaakt voor plaatsing in het klooster. Dat wordt allemaal onthuld op 10 februari, als er ook het Brabants kloosterleven, het jaar van het Brabants kloosterleven start. Maurits zal niet helemaal gelukkig geweest zijn met de plaatsing van dit raam, als ik Maurits een beetje ken en ik denk dat ik hem ken. Want het raam staat niet meer op diezelfde prominente positie, maar aan de zijkant. En ook nog in het gedeelte waar de seculieren, de beminde gelovigen mochten komen en niet meer boven het priesterkoor. Maar goed, wat Maurits overkomt, overkwam farao's en overkomt iedereen. Je kunt je wel in je graf omdraaien, maar je kunt niet over je graf heen regeren. Kom, Koot, we gaan eens even kijken. Kom mee naar binnen. Vullen we daar nog? Nee, duw. Dankjewel. We zijn hier binnen in het bedrijf. Koot,
Wij hebben hier een heel mooi glas- en loodbedrijf met allerlei vormen van glas en lood, modern, antiek. Dat doe je allemaal. Zou je iets kunnen vertellen, nu je hier het Mauritsraam in huis hebt, hoe jij zelf hier in het bedrijf beland bent? Oké. Ik doe dit vak nu 44 jaar, sinds 1976. Ik ben er eigenlijk ingerold via mijn toenmalige buurman. Die had een broer, die had een glasbedrijf met een combinatie wat glas en lood. Zo ben ik daar eigenlijk in terecht gekomen. Daar heb ik mijn eerste raampje gemaakt, dus naar Limburg gegaan. En daar heb ik ongeveer 10 jaar met tussenposes in Wijchen gewerkt. Tussentijds trouwens ook nog in Kuik. Een aantal jaren, 2 of zo. En in 1990 hoorde ik via via dat Leenders vrij kwam. Die wilden graag hun bedrijf verkopen. Ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken en gezegd, ik ga ervoor. Ik ga proberen Leenders glas en lood te overnemen. Met een tussenpoze van ja, pak een beetje 3/4 jaar is alles gelukt. Dus in 1991 was ik eigenaar van Leenders glas en lood. En Leenders glas en lood bestond al lang? Ja. Dat bestaat al sinds 1922. Kijk, dus nog 2 jaar. Vader op zoon. Andere zoon die wilde het niet overnemen. Dus ik was gelukkig de gegadigde. En Leenders zat toen nog? In Bergendal. In Bergendal. Ja. Dus jij, we landen ook in Bergendal? Ja, wonen in Wijchen, werken in Bergendal. En hoe ging het verder? Ja, elke dag 2 keer op en neer. Ja. Ja. En toen? Toen heb je het bedrijf daar verder opgebouwd en eigenlijk zeg maar mijn vleugels een beetje verder uitgeslagen. Uit het verleden kende ik natuurlijk heel veel mensen en contacten die had ik heel veel, omdat ik natuurlijk al wat langer in dat vak zat. En ik heb dat in 91 tot 19, ja, pak een beetje 2000 uit kunnen breiden tot 7 man. Tot het moment dat we hier kwamen met 9 man. Alleen nu is het wat kleiner. Ja. Maar we verzetten ongeveer hetzelfde werk. Ja. En we hebben een compagnonschap in Leiden. Ook nog? Ja. 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 En jij bent zelf van klusjesman tot handwasman? Ja, ik zeg altijd van krullenjongen tot aan glazenier. Tot aan glazenier. Ja. En nou hier in dit bedrijf ben je dus, zoals je zelf zegt, manager van alles. Manager, ja. Ambachtsman. Inkoper, verkoper. Inkoper, verkoper. Ja, calculator. Dus ja. Eigenlijk alle plaatjes, die heb ik allemaal zelf op. Ja, ja. Nou, dat is heel veelzijdig. Ja. En dit bedrijf is ook heel veelzijdig. Ja. Want jullie doen ja, van allerlei dingen met glas en lood en soms ook andere materialen, heb ik begrepen. Wij kunnen eigenlijk alles binnen eigen bedrijf bieden. Van restauratie, reparatie, renovatie. Bouwkundig aanpassen van ramen bij kerken. Eigenlijk kunnen we alles zelf. Dat doen we liever niet meer. In dit geval hebben we het over het Mauritsraam. Dan laten we een deel van het bouwkundig werk door een gecertificeerd bouwkundig aannemer uitvoeren. En wij houden ons specifiek bezig met het beschermende glas en het glas en lood. En de rest besteden we liever uit. Want het Mauritsraam moet, omdat het een antiek raam is en nu wordt verplaatst, moet onder zeer beschermende omstandigheden opnieuw geplaatst worden. Ja. Niet in een buitensituatie, het wordt in een binnensituatie opgehangen, zodat het beschermd is tegen weer en wind. Ja, en aan de buitenkant komt dan een glassoort te zitten die en veilig is en UV-remmend is. Ja. Ja, dat is een verplichting van het Rijksmuseum, dat we die constructie gaan toepassen. En het Mauritsraam was eigenlijk te klein voor de sponning die het in Sint-Agata moet bezetten. Ja. Dus jij moet er het nodig aan toevoegen. Wij gaan er wat aan toevoegen. Ook in overleg gaan we de ramen die overblijven, die niet gevuld kunnen worden met het Mauritsraam, aanvullen met een grijs tint van mondgeblazen antiekglas. Dat zal ik straks even laten zien. Ja, ja. Zodat het Mauritsraam des te beter uitkomt. Dat het niet overbelicht wordt, want het is een vrij licht raam. Dus de omgeving die maken we wat donkerder, zodat het Mauritsraam beter eruit komt. Met dit Mauritsraam ben jij, daar mag je zelf niet creatief in ingrijpen. Nee. Dat mag met andere ramen die je hier maakt en modern vervaardigt wel. Ja, daar hebben we gelukkig wat inspraak in. Misschien een stukje techniek of een kleuradvies.
Ook dat kan ik straks een stukje van laten zien hoe we dat wel toepassen. Of een verbetering bij een restauratie, als dat nodig is, ja. Dan mag dat wel. Maurits Schaar moeten we heel veel respect voor hebben. Ja. Is een van de oudste glas- en loodramen van Nederland. Ja. En dan moeten we ook de regels die gesteld zijn, die moeten we ook volgen. Vandaar dat ik ook handschoenen aan heb. Als ik straks een paneel vastpak, dan hebben ze met alle voorzichtigheid vastpakken. Ja. Zullen we dat maar eens eventjes gaan doen? Ja, dat lijkt me een goed idee. Goed, dan ja. Gaan we eens even kijken naar ja. Het Mauritsraam. Goed, yes. Dit is nog niet het Mauritsraam. Nee, dit hebben we gedaan om zelf een beeld te krijgen van hoe het er nou uitziet. En om de panelen even te nummeren, dat we straks weten welke volgorde we moeten volgen voor de montage van het raam. Zo heb je een heel leuk overzicht. De foto's zijn in de meest optimale posities gemaakt binnen het Rijksmuseum. Nog een fotograaf die niet anders doet dan al die dingen keurig op een plaatje zetten. Gelukkig kregen we alle blaadjes mee en niet het hele bestand via de computer. Dus ik was heel blij. En dan kon ik ze zo op een plaat plakken om een mooi overzicht te krijgen van het Mauritsraam. En hoe heb je, hoe heb je dit gebruikt bij de bewerking van van jouw nieuwe glazen, want die moeten hierboven en ja. Hieronder komen. Ja. We hebben samen afgesproken dat het Mauritsraam moet ik zo laten, ook in de framepjes, daar mag ik niks aan veranderen. Alle respect voor wat we afgesproken hebben, dat gaan we ook volgen. De ramen die eronder komen, die gaan we verdelen in de verdeling zoals die er nu zit. Dus niet proberen een strokend lijntje te volgen van het Mauritsraam, maar de originele verdeling van de panelen die er nu zitten. Ja. In de grijstint, in het lood gezet. Ook museaal aan de binnenkant opgehangen, zodat de gevel dan één geheel wordt weer aan de binnenkant. Allemaal voorzien van messing framepjes, dat het stevig is en dat je een mooie bouwconstructie krijgt. Kijk aan. En we zien hier Maurits in eerbiedige houding voor ja. De Bijbel. Ja. Zijn wapenrusting heeft hij ten dele afgedaan, maar zeer prominent aanwezig. Ja. Onder een baldakijn met zijn wapen. Familiewapen. Familiewapen gehuld in de orde van de kousenband. Een zeer eervolle orde zou je kunnen zeggen. En het is eigenlijk een renaissance raam. Opgedeeld in horizontale en ook verticale vlakken. Zodat je, zo krijg je dus losse panelen. Ja. Ja. En met allerlei renaissance elementen zoals de pilaren en het persoonlijke. Wat ook interessant is trouwens, hier het Hebreeuws van Yahweh. Yahweh mocht niet afgebeeld worden, want het is niet te vergeten een protestant raam. Stadhouder Maurits was op dat moment een protestante Oranje. Hij schonk dit raam aan een katholiek klooster, wat bijzonder was, want daar was hij beschermheer van. En hij zet zichzelf hier heel prominent neer, dus dat was nogal wat voor dat klooster. Maar laten we naar het echte raam gaan kijken. Ja, ik zal jullie zo meteen een paneel laten zien, dus de afbeelding van Maurits. Leuk. Ja. Kijk, hier hebben we heer Maurits himself in vol ornaat, in zijn volle status ook. Zo wilde hij zichzelf afgebeeld hebben. Coat. Ja, wat zou je jullie van kunnen zien? Hier zien we een prachtig geschilderd gezicht. Helaas met hulplootjes. Omdat in een restauratie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het oude glas. Dan past men deze dunne lijntjes toe. We zien ook dat hij super in detail geschilderd is. Met een mooie pluizige snor. Dus niet aan een hangende snor, maar een snor die naar boven is gekruld. Zelfs de handen, de nagels, alles is in super mooie details geschilderd. Super kwaliteit. Geschilderd en daarna gebrand. Ja. Zo werkt dat, hè? Glas wordt beschilderd. Gaat daarna na droging gaat het in een oven. En dan wordt het verhit tussen de 580, 620, soms 700 graden. Alleen vroeger had men natuurlijk geen temperatuurmeter. Nee. En dan deed het op een gok met een glaasje. En kijk, als dat glas ging zakken. Dat wachtersglaasje, zo noemen ze dat. Als dit ging zakken, dan wisten ze, oh, we zijn bij dat moment. En dan met een wekkertje of tellen. En dan zoveel minuten. En dan zat de verf erin gebrand. Soms één keer. In dit geval wel drie of vier keer. Bij kleuren misschien ook wel drie of vier keer opnieuw de oven in. Want je kan niet twee kleuren
tegen elkaar schilderen. Nee, nee. We moeten dus, er zijn allemaal stappen. Ja, want je moet uitkijken dat het glas weer niet vloeibaar wordt, hè? Nee, maar dat vloeibaar worden, dat is pas over de 1000 euro. Oh ja. Ja. Dus dat gevaar was niet zo sterk. Nee. Ik vind de kleuren wel heel subtiel, moet ja. ik zeggen. Ja, de achtergrond is echt een hele zachte groentint. Zachte groentint? Ja. En dit kleuren... is dan opnieuw aangekleurd met kleurverf, dus met pigmenten. Hier hebben we een basis van een lila tint, hier een basis van een geel tint en hier is gebruik gemaakt van meerdere kleuren op één gele basis. Word je daar nou niet zenuwachtig van als je dit moet bewerken, zoiets historisch uit 1617 of 1613 tot 1617, zoiets kostbaars? Dit is natuurlijk uitermate kostbaar en zeker omdat het Mauritsraam is. Maar als je dit moet gaan bewerken en je zou er een nieuw raam van moeten maken, ja. dan spreek je over heel veel geld. Zeker met al die details die erin zitten. En je moet de techniek van toen moet je proberen na te maken. Dus daarin gaat heel veel tijd zitten en je moet daar heel veel geduld voor hebben om dat allemaal uit te zoeken. Dat wil niet zeggen dat je zo'n raam, als je dat mag restaureren, dat je niet een nieuw glaasje kan maken. Maar dat kan altijd. Een detail, hè? Dan is het een detail. Maar ja. je doet altijd met behoud van het oude glas. En als er een stukje weg is, dan moet je het nieuw bijmaken. Ja. Dan kan je niet allemaal opvullen met lood. Nee, nee, nee. Ja, nee. Dan wordt het heel lelijk van het kleur. Ik vind het heel subtiel, heel gedetailleerd. Heel gedetailleerd. En ook die kleuren heel geschakeerd. Dus het is echt. Is het nou echt een topstuk uit die tijd? Voor die tijd was het echt een top. Ja. 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 Zeker met de technieken die toen men toen. Beheerde, is het zeker een topstuk. Ja, hier zitten maanden, zeg niet meer, misschien wel een jaar werk in. Ja. Ja, om al die kleine details, zoals hier met dat kleine leeuwtje en hier een leeuwkopje en hier nog een detailtje en al die, daar zit heel veel werk in. Ja. Ja. Dus Maurits heeft daar geld aan besteed, ja. naast het geld dat hij verder nog aan het klooster gaf. Ja. En dat was verhogend voor zijn status natuurlijk ook. Ja. Ja. Ja, hij kon dat schenken. Nou, dit is echt geweldig. Ja, het is een prachtig raam. Ja. Hier zien we nog een spiegelbeeld, een kleine herinnering aan de restauratie die destijds is uitgevoerd in 1993. Ja. Door het Rijksmuseum. Ja, in opdracht van het Rijksmuseum. Ja. In een ander atelier in Nederland, sorry. Nou, het is gewoon geweldig dat het na zoveel jaar in depot, vanaf 2003 geloof ik, dat het nou weer toegankelijk is en iedereen dit weer kan gaan zien. Want het is zonde als je zoiets niet tentoonstelt. Ja, want het heet tentoonstellen. Het is geweldig dat het weer op de plek komt waar het eigenlijk thuis hoorde. Helaas niet de originele positie, want daar is niemand te achterhalen. Maar wel op een plek waar dat raam goed tot zijn recht komt. Zeker. We hebben hier ongeveer hetzelfde licht als straks in Sint Agatha. Dus men krijgt ongeveer dit beeld. Ik dank je wel voor deze prachtige uiteenzetting over dit Maurits raam. Graag gedaan. En ik hoop dat het allemaal zeer voorspoedig gaat met de hele plaatsing. Want dit is het raam zoals die vanaf de kerk direct te zien is. En aan de achterkant van dit raam komt dus het beschermende glas. Zoals aan deze kant. Hier zit ook glas. Hier zit ook het veiligheidsglas in. Ook het UV-remmende glas. En zo wordt die eigenlijk ook in positie geplaatst. Dus tussen allemaal frames wordt die geklemd. Hij hangt eigenlijk vrij van het buitenglas. En dat noemen ze een museale opstelling. Ja, want hij moet ook weer demontabel zijn. Ja, hij moet, omdat het klooster die krijgt hem in bruikleen. Ja, is het. Ja. Ik dank je wel, Coat. Graag gedaan. Hartstikke mooie uiteenzetting. Dank je wel. Thank you.
Nou, dat was het dan. De tweede aflevering van Cultuurcafé Kuik. Hopelijk heeft u ervan genoten, van de bijzondere interviews, de mooie muziek die we hebben gehoord. En, nou ja, op naar aflevering 3 dan maar. Blijf gezond. Dag.